Angeline was een meid van melk en bloed. Ze was de 18 nauwelijks gepasseerd. Toen heeft ze op een dag de ware Jozefijn zo moed, die haar toen draad Karle heeft geleerd. Ze is ze gaan verloven en ze in die jaar of twee, dat zij hem zo van alles en bracht hij voor haar wat mee. Maar gisteren heeft hij plotseling de verkering afgemaakt. Dat heeft toen Angelientje en mijn vader maar geraakt. Want pa nam er een borrel op, zoals dat doorgaans gaat. Toen maakte een halve schoen toen heen en vroeg toen op die naak. Wat heb je toch gedaan met Angelientje? Wat heb je met die arme meid gedaan? Je hebt toch op zijn minst genomen in die jaar of twee. De hart gebroken en de veren van mijn canapé. Nou, wat heb je toch gedaan met Angelientje? Wat heb je met die arme meid gedaan? Gisteren wou je er nog trouwen, ook al bleef het onderom. En op het puntje bij het paaltje komt, nog geef je haar de bond. Nou, wat heb je toch gedaan met Angelientje? Er hing het zolder aan en voelde zich gestookt. En gooide toen de wanhoop zo wat nabij. Mijn vader diep beneden stond een bloempot op zijn hoofd. Een dak van hem nog andere zwijnerij. Mijn moeder vloog met trappen op, toen volgde er al ga. Een veldslag op de zolder, eindelijk riep mijn zwager ja. Ik zal je dochter trouwen hoor, maar geef me dan eerst vlug. Mijn tanden en mijn kiezen en mijn halve oor terug. Mijn moeder riep, je komt niet zo gemakkelijk van me af. Nou zal je Angelientje lekker trouwen tot je straf. Nou wat heb je toch gedaan met Angelientje? Wat heb je met die arme meid gedaan? Wanneer je ziet hoe op ze huilt, dan breekt je hart meteen. De stoelen en de tafel drijven door de kamer heen. Nou, wat heb je nou gedaan met Angelientje? Wat heb je met die arme meid gedaan? Oh, want ze heeft zich als een tranenpoot van derde soort van pop. We krijgen allemaal rheumatiek, nou en de goed in het verstopt. Nou, wat heb je toch gedaan met Angelientje? Gedaan met Angelientje, wat heb je met die arme meid gedaan? Oh, want ze wil nou iedere zondag wat er arts is met de tram. Ze zegt als ik die Baviaan, die denk ik altijd weer aan hem. Oh, wat heb je toch gedaan met Angelientje?